paap zo meteen weer hoor. Dan gaan we weer lachen natuurlijk. Ja, ik ben benieuwd wat hij nou allemaal weer voor leuks hebt. Ja, goedenavond. Mijn naam is nog steeds Jaap. Ik was weer van de slaap. Ik voel me niet lekker. En ik baal als een stekker. Ja, dat weet ik zelf ook wel, Johan. Hé, laat me bij de hand zitten doen op die boom. Sorry. Mijn aan stekker. Ja, we gaan gelijk beginnen met het eerste onderwerp, want we hebben haast vanavond. Dus ik zou zeggen, hollen maar met die band. Ik ga een vliegtuigje voor u vouwen. Dat is heel makkelijk. Ik heb dat als kind vaak gedaan. Je vouwt gewoon deze punt om. En dan wrijf je hier... Nee, deze vouw je hier om. En wacht, nou maak ik geloof ik een foutje, want deze moet achter... Nee, moest deze nou om? Nee, wacht. Hoe ging dat nou ook alweer? Wokkels, dat duurt een beetje lang nog een klojo met een papiertje, hè? Dan gaan we niet op wachten, hè? We gaan eerst nog even een reclamespotje draaien, dan komen we zo wel terug, ja? Holla maar met die band. Nieuw in Nederland. Anti-grip. Totaal geen houvast meer met anti-grip. Eenvoudig aan te brengen. Anti-grip. 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 Nu in Nederland. Anti-grip. De totale messer. Dan heb ik nu, dacht ik, bijna het vliegtuigje klaar, toch? Hier vouwen we een punt aan, zo. En nou is dit de binnen... Nee, dit is de binnen, dat is de buiten. Dit is de binnenkant. Omvouwen en weggooien. En dan was er nog een andere foto, misschien wel de meest aandoenlijke foto... van een hoogst geïnteresseerde minister-president van dit land tijdens een partijcongres. Ja, daarbij vergeleken zijn die grotten van Han maar kinderwerk, hè? Maar goed, ik was van de week even op visite bij mijn schoonmoeder, hè? Ja, die woont in zo'n nieuwbouwflat. Nou, die zijn ook niet al te stevig gebouwd. Nee, ik ben blijven slapen, hè. Ik ga 's morgens even naar het toilet. Ik trek door. Is wat, hè? Toen zei mijn schoonmoeder naderhand, ja. Je had ook het haakje op de deur moeten doen. Ja. Maar goed, het is hier inmiddels de hoogste tijd geworden voor een nieuwe aflevering van Animal Crackers, want anders lopen we eruit. Dus ik zou zeggen, holla maar met die bal, beetje. Zet die rockherrie toch uit. Maar heb je zin in die herrie op de televisie? Wat is het nou voor een ruimte ding? Ik wil gewoon... Uit. 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 Oh, Animal Crackers. Oh, die grote boer te pakken krijgt, dan rammel ik hem helemaal in elkaar. Vuil. Dag mevrouw Vermeulen. Oh, daar loopt hij. Oplichter. Oplichter? Nou, het is toch verschrikkelijk wat je me gisteren al gedaan hebt. Ik koop bij jou koop ik een zak sinaasappelen. Ja. 10 voor 2,50 gulden. Ja. Ik maak hem thuis die zak open. Zitten er maar 9 in. Dat klopt, er was 1 rotte bij. Die heb ik meteen voor u weggegooid. Goedemiddag. Ja. Zeg, dat niet zo druk doen allemaal. Ja, 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 ja.
Kijk nou maar uit, hè. Voorzichtig nou. Hallo, doe niet zo bel. Nou, kom, we gaan naar huis toe. We zijn uitgespeeld, hè. Vaar achteraan. Waar is papa eigenlijk? Papa, die moest even een klusje doen bij tante Wil, geloof ik. Schiet je een beetje op, Mien? Ja, ja, ik ben bezig. Nou, waar komen de mensen langs, hè? Ja! Wat er even gebeurt. Nou... Ja. Klaar! Van mij ook een meter af. Zo, wil je hem inpakken of meenemen? Wat ziet er smakelijk uit. Mag ik even ruiken, graag, ja? Mag ik nog even ruiken? Dat is... Nou, dat is niet verkeerd. Wat ruikt dat lekker, zeg? Hoe komt dat dat je zo lekker ruikt? Ja, ja, vind je het lekker? Vind je het lekker ruikt? Hoe komt dat? Kan wel kloppen hoor, dat is zo lekker ruikt. Hoezo dan? Nou, ik heb vanmorgen schone sokken aangetrokken. Oh. Ja, die was wel even geinig, hè, dacht ik. Hè. Ja, leuk waren ze die helemaal krik is. Maar goed, we gaan er weer een slot aan breien, want we zitten weer dik aan de tijd. Maar ik heb eerst nog even een belangrijke mededeling. Volgende week zijn er geen animal crackers. Vraag me niet waarom niet, maar die zijn er niet. Van hoger hand beslist. Maar die week daarop, dan weer wel. En dat is dan ook gelijk de laatste uitzending. Dus 5 mei, dan zijn we pas weer terug met animal crackers. Dus volgende week niet, die week daarop wel. Ben ik duidelijk? Ja hoor. Mooi. Nou, dan gaan we nou afsluiten. Hier is natuurlijk eerst nog de minuut van Ruud. Die hoort de tune al lopen. En ik zeg dus tot niet volgende week, maar tot 5 mei. Ja, dames en heren, daar ben ik weer even, hè, met mijn eigen minuut. Hè. Nou, u zal wel denken, wat een herrie is het hier, hè. Maar dat komt zo, ik zit op de duiven te letten van Ruding. Ja, die wou een weekendje weg. Hij zegt, let jij even op mijn duiven. Nou, dat wil ik wel doen, hè. Je gaat er alleen zo van uitzien, hè, van die duiven, hè. Want die kijken nergens naar, hè. Maar geef niet, want ik ben zelf ook een dierenliefhebber, hè. Ik heb vroeger ook duiven gehad, hoor. Ja, ik was echt een duivenmelker, hè. Ik had er 2. 2 duiven had ik. Heb ik ook meegedaan aan wedstrijden. Maar ik heb nooit wat gewonnen, hoor. Nee, ze kwam altijd te laat binnen, hè. Ik had er zelfs 1 bij een wedstrijd uit Spanje. Die kwam pas na 30 dagen binnen. 30 dagen. Ja, bleek hij vond het zo lekker weer, was die komen lopen. Is wat. Ja, maakt niet uit. Ik hou van duiven. Weet u trouwens het verschil tussen een duif en een vliegtuig? Nee?
In een duif zitten geen ramen. Nou, verder gaat hij nog steeds lekker, hè? Wordt steeds populairder ook, hè? Ja, ik word op straat, word ik ook al aangehouden, hoor, door fans. Jazeker, van de week nog door een jongetje. Die houdt mijn hand en die zegt, mag ik even een foto van u maken? Ik zeg, hoezo? Hij zegt, ik spaar vogelplaatjes. Geinig, hè? Maar goed, ik vond het weer een toffe show vanavond. Ik ga het weer afsluiten. Ik wens u allemaal weer een prettig weekend. Ook namens Ria en de rest van de regering. En ik sluit dan weer af met mijn wekelijkse kreet. En ik zal weer aftellen voor de liefhebbers. Daar gaan we weer, jongens. 1, 2, 3. Tuut, tuut, tuut. De groetjes van Ruud. Geinig, hè?